Wilt u dat verklaren? Ja, dankjewel. En je gaat wel mee met Rob. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en we zijn inmiddels aangekomen in deel 2 op bezoek in de Schilderswijk noem ik het. Ja, de Rode Heemstraat. Maar laat ik eerst beginnen. Gisteren was het laat. Voor de kijkers natuurlijk de video die we vorige week gezien hebben, maar voor ons was het gisteren nacht. Ja. Hoe laat was je thuis? Ik was om 8:45 volgens mij thuis. Of 9:00 zelfs. 9:00, ja, 9:00 was ik thuis. Ja. Dat is uiteindelijk volgens mij 9:45 of zo. Ja, 9:45, sorry. Ja, ja. Dus, je moet een stukje verder rijden dan ik. Dat zijn wel de zware omstandigheden van de nacht die soms, Ja, zeker. Ik weet nog dat ik dat verbaasd had te tikken vannacht. Dat op een gegeven moment echt zie die letters een beetje zo en ik lag echt allemaal afgaan. Klopt, ja, ik had precies hetzelfde. Maar dan, ik denk heel veel mensen vragen ze ook wel eens af, tenminste niet als voorbij zien komen. Hoe laat word je dan wakker? Ik was vandaag was ik 6:30 wakker, echt bizar laat eigenlijk. Dat is echt laat, ja. Maar gebruikelijk, hoe is dat bij jou? Ja, ik word ook wel meestal rond 5:00 wakker. Alleen vandaag heb ik niet zo lekker geslapen, dus ik werd rond 4:00 werd ik wakker. Ja. Maar heb ik ook maar 6:00 geslapen, dus het is niet heel lang. Het lot van de nachtdienst. Het lot van de nachtdienst, ja. Goed, we gaan een nieuwe nachtdienst draaien, dus voor jullie weer een nieuwe video. En wat misschien wel gelijk weer leuk om te vertellen is, we waren aan het bureau en ik was mijn spullen nog aan het pakken en ik zag Tamara naar buiten rennen en ik hoorde de porto aanhouding, verdachte honing in braad, heette daad, ze ligt te knokken. Ja. Maar ja, ik heb er niks van gezien, maar jij wel. Hoe ging dat? Ja, er kwam ineens een melding binnen dat er twee burgers op een verdachte lagen die zojuist in de woning had ingebroken. Wij zijn met meerdere eenheden daar ter plaatse gegaan. Heel mooi, was eigenlijk een mooie actie. We kwamen eraan en we zagen die twee burgers op die verdachte liggen. Dus die is direct aangehouden met een tas vol met sieraden. Dus 1-1 is 2. Dus dat was een goed begin van de dienst. Ook heel erg rommelig, maar dat alles op elkaar heen loopt. Maar zo gaat het hier altijd. Ja. Ja. Zoals wij dus gisterochtend eigenlijk afgelopen nacht moesten overwerken. We gaan de late dienst nu weer de overuur in. Ja. Nou, wij gaan dus nu naar de briefing en onze nacht gaat beginnen. En dan hebben we vannacht, als het goed is, ook nog een debriefing van wat we gisteren hebben meegemaakt. Ja, want jullie hebben het misschien ook in de video kunnen zien. Best wel wat leermomentjes geweest waar ook wij weer van kunnen leren. Dus zeker. Dat gaan we in die debrief nog even bespreken. Ja. Ben je nog toe te voegen verder? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er weer zin in. Oh, een goede mop. Nou, ik ben niet zo goed in moppen. Okay, dus kunnen we die overslaan? Top. Ja, zeker. Wij gaan naar de briefing zien. Yes. Oh meneer. Dag. Mag ik staan blijven? Heb je de informatie bij je? Nee, ik niet bij me. Is anders meneer aanloop? Nee, ook niet. Ik post net uit. Uh-oh. Je zit achterop op een brommer zonder helm. Ja, niet helemaal de bedoeling, man. Ja, zeker niet. Hey, ik heb wel een bekeuring voor het rijden zonder helm. Ja. Ben je hoeft geen antwoord te geven, je mag als advocaat. Uit mijn hoofd? Ja, dat is zoiets. Wilt u dat verklaren? Nee, gewoon nee? Ja. Oké, okay. Dan laat ik hier wel waarschuwing voor je ID-kaart. Ja. Dan is het hier wel een fijne avond. Ja? Video. Jo. Thanks. Met Tamar. Waar gaan we heen? Je begint al te lachen. Ja, ik moet nog even wennen aan die camera. Oh. Af en toe. Dat is het. Nee, ja, we worden gestuurd of we worden door de meldkamer eigenlijk gevraagd of wij uit kunnen kijken naar een demente dame die vermist is. Dus we gaan even, ze hebben een adres opgegeven. Waar ze mogelijk zou zijn, dus daar gaan we even kijken. Ja, ik begrijp dat de collega's zijn bij de melder en wij gaan nu naar de locatie waar ze mogelijk staat, ja, toch? Ja, en de melder die is haar zoon, dus die maakt zich een beetje zorgen. Nou, helder. Ja. Waar is mijn vrouw nou? Ja, waar is ze nou? Heel flauw. Nee, we waren dus onderweg. En vertel maar. We waren eigenlijk onderweg naar de locatie waar de vrouw dus zou zijn. En toen hoorden we al van collega's die al ter plaatse waren dat ze haar al hadden aangetroffen. Ja. Dus wij werden eigenlijk door de meldkamer gelijk weer... we worden opgeroepen. Oh. 12:02. Nou, 2:12.
Een benauwde patiënt, maar bij ons rijdt onder eigen verkeersbestemming ook. Ja, begrepen ook. Nou, en nu je hoort, we krijgen een prio 1 melding. Persoon nog wel, misschien kan nog. Volgens mij een spoedrit gehad van 2 minuten, denk ik. Misschien 3, ik weet het niet eens. Maar denk. We waren echt letterlijk een minuut om de hoek voor onze. Nou, 2 minuten zat hij nog. En toen hoorden we de meldkamer het niet meer hoefde om weer te plaatsen en alles in orde. En tenminste, in orde weet ik niet, maar de komst van de politie is niet meer nodig. Nee. Dus weer een eentje, zoals dat heet. Ploep. Nog buiten, nou, we zijn inmiddels even in het centrum van Den Haag. Heeft u mij een legitimatiebewijs? Ja. Heeft u niet? Is er nog. Sorry? Is er nog. Nee, maar heeft u een legitimatiebewijs? Sorry. Mag even blijven staan. Doe je even, can you stand over here, please? Do you have an ID card? Heb u wel een 49? 49 waard. Ja, dat dan als ik kijk, gewoon een standje zetten. ID card. Weet je dat? Ja, de 1139 gaat even die kant op, want de opgefokte stankjes zouden er bij de Vlaamse bloot ook. Ja, en dan is het aan de boel, gaan wij er wel weer toe. Sorry. Ja, dankjewel. Het is ja, half 2 s'nachts, dus weet je, hou een beetje rekening met de mensen hier in de buurt. Je woont hier nou eenmaal in een complex waar het nogal gehoorig is, dus ik denk dat u wel een beetje rekening moet houden met de rest zeg maar, van de bewoners. Kijk, als we hier de volgende keer nog een keer naartoe worden gestuurd. Kijk, we hebben nu zelf de overlast niet geconstateerd, omdat u nu stil bent. Alleen als wij de volgende keer wel overlast constateren, blijft het bij een waarschuwing, maar of constateren we die keer daarna nog een keer overlast, dan krijgt u er wel een bekeuring voor. Oké, nou, dan wens ik u voor nu nog een hele fijne nacht. Yes? Oké, tot ziens. Ja, er zitten hier zoveel koffiehuizen. Ik zou het echt niet weten, maar ik rijd de hele Frank Burgerstraat wel af. Ik kan ook nog zeg maar terug van het wijkpark ergens zijn. Het groepje die weg is gestuurd bij de Boerstraat. Ik kom 556, dus ik kom hier aanspreken. Ja, nou, we hebben hier een andere straat, bij de Lange Weg. Ik ga richten op de breker. Ja, dit is een wat lachen.
Did you have fight? Where are you in fight? Did you fight? My friend is drinking a little. Nothing, but my friend is going to go home. Okay. Alles familie. Yeah, no, okay, but we get a call that somebody was fighting and that one guy was taking with other guys. This is my brother. Okay, go home. Yeah, go home. Yes? Yeah. Okay. Have a nice evening. Yes? We zijn de plaats waar we wachten tot jullie er zijn. Ze hebben aanhouding, zie ik. Ja. Ja, de is er. Ben je niet blij? Ben je niet blij? En nu? Ik sta toch of niet? Ik sta toch of niet? Hoe doe ik het normaal? Ik doe het toch normaal of niet? Hij denkt dat hij fucking nooit is hier, of niet? Hallo. Yo, beste gewoon de hun. Relax. Abel, relax. Relax, bro. Relax. Luister naar hun, je hebt handboeien klaar. Werk gewoon mee. Luister dan, bro. Hun doen jou geen kwaad, hun doen gewoon hun werk. Meneer. Ja, dat is de bedoeling, ja. Meneer. Ja, als je die stoel even naar voren trekt, dan is het ook gedaan. Pas naar het. Moet even wachten, hè. Je hebt toch mijn les te maken, of niet? Luister, ik heb een rekening met de buien ook naar buiten staan. Wat moet ik nou doen? Gewoon rustig. Je hebt al mijn lichte maat. Nou, de wedstrijd is voor als ze met staan gaan. We moeten staan blijven en staan. Dus wij gaan lopen. Dat is zo simpel, is het? Dat is goed, man. Nou, een beetje fris, ja. Je zit in de auto, zitten ineens naar buiten. Ja, moet kan ik pakken, hè. Oké. We kwamen net bij elkaar, misschien 5 minuten, 10 minuten. Er is alweer een melding van overlast. Ja, kennelijk doe je dan toch iets dat mensen gaan bellen. Ja, je hebt het zelf in de hand. Er zijn mensen die wat vaker bellen. Ja. Maar we zijn niet de meeste die. We zijn niet hier de dagelijkse gasten die is het. Ja, oké, maar ja, die mensen willen er niet helemaal bijhouden wie het wel niet zijn, toch? Ja, maakt niet uit. Het kan gebeuren. Nou, er werd een eenheid van ons bureau die werd gestuurd naar een overlastmelding eigenlijk van jeugd op straat. En ondertussen rijden we namelijk ook even achteruit, dus trouwens ja, dat is een extra opgave. Dit wordt alles, echt multitasken tot de max. Maar het lukt ons wel, want we moeten even achteruit rijden in de straat. Het is namelijk, het stond helemaal vol in de politieauto's. Ja. En dan gaan we straks wel even... Oké, we zijn inmiddels weer gedraaid. Ga verder in je verhaal. We hadden een melding. Ja, en we hadden geen melding. Een eenheid van ons bureau die kreeg een melding van overlast van jeugd. En die waren herrie aan het maken. Ja, jeugd. Dat is nou niet echt jeugd. Maar... we reden toevallig in de buurt. We dachten, we rijden even langs. We komen aanrijden eigenlijk en we zien collega's met een persoon naar de muur rennen.
en hem tegen de muur aanzetten. Dus we zagen eigenlijk gelijk dat het een beetje een grimmig sfeertje was. Nou, dat is inderdaad één aanhouding verricht. Waarvoor, weet ik nog niet. Ja, ik weet het. Oh, jij weet het. Nee, toevallig, nou. Ja, want ik stond daar een beetje slap te houden. Ja, ja. Ja, toen ik aan het werk was. Ja, ja, nou vertel, dan weet jij het. Ja, hij was aangehouden voor de wet idee. Oké. En het kwam eigenlijk, ze wilden de jongens controleren. En eigenlijk heel veel van de heren waren eigenlijk gewoon meewerkend. Natuurlijk had wel een beetje grote mond. En, maar er was eentje die wilde niet meewerken en die liep eigenlijk weg. Toen zei ze, joh, je blijft nu staan, ik wil je idee zien. En toen dacht hij, ja, nu ga ik niet meewerken. Nou, dat kun je aanhouden. Terwijl die waarschijnlijk, gok ik zomaar, dat is ID-kaart in zijn portemonnee zitten, maar dat is een vermoeden. Dat zou ook kunnen. Dus, ja. Hij wordt aangehouden voor de wet ID, naar het bureau gebracht, voorgeleid. Ja. En als het ID wordt vastgesteld is, dan gaat hij weer naar huis, gok ik. Ja, dan krijgt hij denk ik een bonnetje. Ja, bekeuring. Maar ik kan hem uit de app en kan ik weer dezelfde is ook. Sorry? Wat voor kort die jas doet de grote die jij wegdoet rennen? Nou, nee. Hoi. Ja, wat verstopt. Zijn ID-kaart al? Oké. Okay. Een keer op de tv. Hey, kijk, is goed door, toch? Hey, is er wat gebeurd? Nee, ja, er is wat gebeurd. Vandaar dat we wat dingen controleren. Oké. Okay. En u loopt net in de omgeving, dus u bent voor ons eventjes... Ja, nee, dat kan. Dat kan, maar we moeten even verifiëren natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja, hij is goed onthouden. In het echt. Ja, in het echt. Ik heb al de filmpjes gezien. Ja, dat is leuk om te doen, hè? Ja, hey, top. Blijf even staan onder de kant. Oh, sorry. Nee, nee, maar ik liep. Ik kreeg blijven staan. Ik zag het niet gewoon doorlopen. Oh. Ik dacht, je hebt me niet echt... Daar had ik helemaal een idee bij. Nee, hij is goed, man. Hij werkt ze nog. Dankjewel. Hey. Fijne avond, meneer. Yo. Oké, ondertussen even een kleine update. We kregen namelijk een melding. Hadden we het net over verteld, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar goed, er zou een mogelijke drugsdeal plaatsvinden. Zou iemand deal klinkt gelijk als kilo's kopen worden verkocht. Maar ik bedoel, iemand op straat probeert drugs te verkopen. Daarvoor zijn we signalementen doorgeven en we gingen daarheen om te zoeken. En toen reden er andere collega's mee. Ja. En die stuitte ineens op een vechtpartij op straat. Mogelijk ook iets met een Stanley mes en zo. Dus nou, er was een partij was doorgerend. Ze hebben eentje aan kunnen houden en de rest is nee, gevlucht. Volgens mij hebben ze niet aangehouden. Ze controleerden alleen die gasten met het verhaal. Oh, ja. En die gasten wilden er verder niks mee. Dus ja, daar je eigenlijk alleen vechten op straat over. Dus als we hem aantreffen, dan zouden we hem eventueel nog APV, een APV-bonnetje kunnen geven. Ja. Voor de kijker, APV is dat een algemene plaatselijke verordening. Daar heb je de gemeentes, ja. Is de regelgeving van Den Haag, wetgeving, ja. Op bepaalde locaties is er regels opleggen. Ja. Ondertussen gaan de meldingen door en wij gaan weer terug naar de eerdere melding die we hadden. Dat dit gaat over die mogelijke drugsverkoop. Gaan we nu even. Yes. We krijgen namelijk, even kunnen, kijk, daarvoor rijden de collega's al. We hadden namelijk een melding dat er een, oh ja. Nee, sorry, we waren bezig met die drugszaak. Nou, daar hebben we niks aangetroffen, die meneer. Maar we worden inmiddels ook weer weggeroepen naar een vechtpartij met een aantal eenheden in het centrum van Den Haag. Dus onderweg.
niks aan de hand hier op de Herenstraat. Net wel aangesproken door iemand die zei dat er wel een opstootje is geweest, maar dat is al een tijdje gesust. Oké. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Laat nog een duimpje achter niet gedaan. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Doei.